Sam Steins, jeugdspeler van ADO Den Haag onder 16. Jullie hebben vandaag dik gewonnen, toch? Ja, zeker. 6-2. 6-2. Man, wat een uitslag. Ik hoorde al van de trainer dat een hele belangrijke overwinning is, want nu gaan jullie naar een hogere klasse. Wat vind jij daarvan? Ja, mooi. Mooi om tegen Ajax en Feyenoord te spelen. Daar doe je het voor. Hoe lang speel je al bij ADO? Ik speel al 6 jaar bij ADO. 6 jaar. En daarvoor? Bij KMD in Wateringen. KMD uit Wateringen. En 6 jaar bij ADO. En waar sta je? Op middenveld. Op het middenveld. En wat zijn daar je beste, wat zijn jouw beste acties? Wat is nou kenmerkend aan jouw spel? Zoveel mogelijk goals willen maken. Als middenvelder? Als middenvelder. Kijk, is een aanvallende middenvelder dus. Ja. Hoe vaak trainen jullie per week? 6 keer. 6 keer per week. Is dat ook op zondag? Nee, niet op zondag. Hoe ziet jouw week er dan uit? Op maandag trainen we 1 keer. Op dinsdag worden we opgehaald van school om 1 uur. Dan trainen we 2 uur. Dan gaan we eten en huiswerk maken hier. En dan trainen we nog 1 keer. En dan donderdag weer hetzelfde. En maandag of vrijdag ook 1 keer trainen. En woensdag vrij? Ja, woensdag ook vrij. Woensdag is de rustdag voor jullie. En wat vind jij nou het leukste eraan aan het voetbal? Want ja, je bent er zoveel mee bezig. Waarom ben je er zoveel mee bezig? Het spelletje. Winnen. Willen winnen. Alles eraan moeten doen om te winnen. En voetbal is natuurlijk weer veel mee bezig. Maar hoe gaat het op school? Ja, goed. Het is wel druk. Maar het valt gewoon niet. Wat vinden die ouders ervan dat je zoveel voetbalt? Ja, leuk. Ze zijn er altijd bij. En, ja. Vandaag ook weer? Ja, mijn moeder was er. Wie is nou je grootste voorbeeld? Ja, grootste voorbeeld is Messi, maar ja. En van ADO? Van ADO? Hevel. Dus een beetje, ik ben ook niet de grootste, hij ook niet. En heel technisch. Heel technisch. Ja, en dat komt ook uit eigen jeugd. Wat is nou later jouw doel, ADO 1? Ja, zeker. ADO 1.